Ja, jullie weten het intussen wel, hè? Ja, ik heb een, een Fijnhoordhartje. Ja, en dan vandaag, zo'n dag als vandaag. Ja, dan begint toch dat angstzweet een beetje in mijn handen te komen. En dan ben ik toch bang voor die wedstrijd van vanavond. Ja, want jongen, jongen, jongen. Dynamo Zagreb. Ja, je denkt bij jezelf: ja, Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb. Ja, Dynamo Zagreb die staan gewoon bovenaan in Kroatië. En die hebben nog niet zo lang geleden gewoon Atalanta Bergamo verslagen. Dus hey pff, Dynamo Zagreb. Ja. En Feyenoord, die hebben niet zoveel laten zien. De laatste tijd, nee. En daarom weet ik dat in Rotterdam Zuid, ja, daar lopen heel veel mensen gewoon nu met een beetje samengeknepen billen. Ja, en met, met extra zweetdruppeltjes op het voorhoofd. Want die zijn ook net als ik gewoon een beetje bang voor een afgang vanavond. En daarom, vrienden. Jullie, spelers van Feyenoord, want jullie zitten hier nu te vervelen daar, in dat Zagreb, in een hotel. Luister naar mij goed nu, want hier komt het op aan. Vanavond gaan jullie het eens een keer laten zien. En niet zoals tegen Sparta, dat gelapswans en noem het maar op. Nee, 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 nee. En het allerbelangrijkste. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt er na afloop gezegd, ja, we waren een beetje slordig. Nee, je bent niet slordig. Jullie kunnen gewoon elkaar niet vinden. Jullie kunnen niet één gewone combinatie afmaken. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat jullie hem steeds naar de verkeerde kleur spelen, vrienden. Ja, kijk hier. Dit. Dit staat er op jullie shirt. Dat embleem, dit prachtige embleem van Feyenoord. En, en zie je die kleur? Wit en rood. Dus rood, wit en een embleem van Feyenoord. Als je dat ziet, daar moet de bal naartoe. Niet vergeten. Want zij, Dynamo Zagreb, die spelen in blauw. Goed onthouden. Zij zijn blauw, wij zijn rood-wit. Kijk, ver is er niet bij. Dus de, die missen jullie al vanavond. Dus er moet gewoon dit. Jullie moeten allemaal die stap extra zetten vanavond. Allemaal de tegenaan en al. meer dan 100% wil ik zien. En dan nog wat. Diemers, jij. En Linsen, jij ook. Jullie wilden toch zo verzukkelijk graag bij Feyenoord spelen. Nou, wat blijven jullie nu dan? Wat hebben we tot nu toe van jullie dan gezien? Hè? Vanavond. Vanavond ga je het laten zien. Vanavond kunnen jullie laten zien. Ja, wij zijn fijn. Nou, laat dat dan ook zien. En jij ook Berghuis. Ja, want ik weet dat jij ook zit te kijken. Ja, wa waar was jij tegen Twente? Waar was jij tegen Sparta? Hé, hey, jij moet het verschil maken. Jij bent de man die de kar moet trekken. Dat is jouw taak. Want jij bent de betere. En laat dat dan ook vanavond zien. Jij. Berghuis. Nou jongens, het is voorkomen duidelijk. Maak het legioen weer trots.